Dingetjes voor het liefst is dingetje waar we in de bus we zitten, maar niet heel oorlog in. Maar ze hebben al praten dat we geen papiertjes rommel en andere spullen zien. Eerst bij een trio, de eerste bij een trainje wat poetsjes aan de stol. Wat daar draaien we ook even op, Hanno. Hallo. Ik voel nou wat treurenkast. Ja, ja, dat hebben we nou gedraaid. Ik moet nou horen. Nou is kamer zien. Nee. Nog mooi. Ik hoor hier ook nog mooi, hè? Hallo.
Tot dan. Sorry, vrouw. Ja, dat is waar. Sorry, vrouw. Breng me kort. En bloedneus gaat zien. Nou, deze koppers gaan het zo meteen doen. De jongens weten wat ze moeten doen. Hey!
Toscano, Pastoreccio. Nummer 6, Hakim Chitani. Nummer 7, Dennis van der Bellen. Nummer 8, Iman Akswij. Nummer 9, Ed Koen Kazier. Nummer 10, Marie Lavati. Nummer 11, Dino Varo. Nummer 9, Marcel Zij. Nummer 4, Mark Hegeman. Nummer 5, Pastor Seintje. Nummer 6, Jos Hoijveld. Nummer 7, Reiner Boer. Nummer 8, Mark Evenderes. Nummer 9, Rafael Vera. Nummer 10, Mark Wij. En nummer 11, Niels Koopmeijer. En de scheidsrechter vandaag.
9 Rafael Vieira. Het spelletje is wel ondertussen neergezet. Het spelletje is competitie tussen WOTC en SC Bidart. Deze ploeg gaat tegen elkaar strijden door middel van de voetbaldart. Slalom, doelschieten. En op woensdag 17 april worden de halve finales gespeeld van de spellencompetitie. En naar mijn informatie staat het voor de wedstrijd van de Liga met de witte ballen. Valt niet mee hoor, om te richten. Dat was de laatste bal van Bidart aan die kant. Aan die kant hebben we nog twee. En volgens mij ligt Bidart daar met nummer 2 of 4 ligt het dichtst bij. Dan doen ze dribbelen. En eromheen, hè. Maar op elkaar moment dan niet zoveel, ze liggen gelijk. Dat is niet zo slim om zo.
Zelfs zonder te spelen een periode kampioenschap gehaald. Yeah! Dus we gaan in ieder geval straks voor de derde klas, hè jongens. Steen je hier de hele reis op? Ik weet het niet. Dat is jouw stuur. Tot de volgende keer.
En de jongens in Concordia die zoeken nog een paar leden. Ik denk dat wel een aantal van jullie daar zo terecht kunnen. Bedankt voor jullie.